wederom een bijzonder inspirerend bedrijfsbezoek gehad hier op de Dag van de Ondernemer. Met John Komen, voorzitter van de Koninklijke VAG, de Ondernemers in het Groen. Die samen met anderen verantwoordelijk zijn voor de vergroening en verduurzaming van een voormalig werkgebouw naar een woongebouw met heel veel groen eromheen. Alles zit in dit project verwerkt. Hoe mooi is het om dit als groen aannemers te delen met Nederland en met de mensen die er straks helemaal over gaan. Zonder ondernemers, in dit geval zoals Lohorst, kun je dit helemaal niet bedenken en uitvoeren. Het is natuurlijk best ingewikkeld om in zo'n bestaand gebied op daken toch een heel groen park aan te leggen. Nou, dat vraagt om creativiteit, dat vraagt om innovatie. En zonder ondernemerschap kun je dit soort dingen gewoon nooit realiseren. Alle oplossingen die je hier vindt, het gaat om waterbeheer, maar ook groen en biodiversiteit, maakt mij maar weer eens duidelijk dat ondernemers onderdeel zijn van de oplossing. En dat het voor de politiek belangrijk is om die ondernemers ook de ruimte te geven, letterlijk, om de goede dingen goed te doen. Want dat doen ze namelijk. En wat mij betreft, in dit geval de ondernemers in het groen, maar eigenlijk alle ondernemers in Nederland, ongelooflijk bedanken voor wat ze iedere dag doen voor Nederland.